Jongens en meisjes, 5 december komt eraan en het is tijd om de Zwarte Pieten-discussie weer op gang te brengen. Nee, als jij problemen hebt met Zwarte Pieten, dan moet je maar optypen naar je eigen land. Deze discussie is eigenlijk veel groter dan een nationaal kinderfeest. In de entertainmentindustrie is het een vraag die veel mensen bezighoudt. Mag een blank acteur nog een neger spelen? Goede oude tijd. De tijd waarin een blanke man het voor het zeggen had. De tijd waarin minderheden zo goed als geen invloed hadden op hoe ze werden afgebeeld. Wilt u een neger in uw film? Gebruik dan een blank acteur en verf hem zwart. Dit heet ook wel blackface. Het publiek wil graag negers zien, geen Afro-Amerikanen. Zelfs als een regisseur in het verleden ervoor koos om een echte zwarte acteur in te huren, dan werd die acteur vaak nog geacht om zich te gedragen als een, laten we zeggen, filmneger. Want zoals we allemaal weten, negers zijn lui. Negers zijn tevreden met hun lage stand in de maatschappij. Ze zijn niet erg slim, maar ze kunnen zo mooi dansen en zingen. Ongetwijfeld zijn we allemaal opgegroeid met films waarin stereotypen voorkomen die je tegenwoordig als racistisch zou bestempelen. Voor films worden personages vaak versimpeld. Persoonlijke en fysieke eigenschappen worden aangedikt. Als je bijvoorbeeld een man spleetogen en grote voortanden geeft, is het eigenlijk een manier om te zeggen: kijk mensen, een Aziat. Maar tijden veranderen. Een modern publiek verwacht meer van filmpersonages. Achterhaalde stereotypen zijn niet alleen potentieel kwetsend, maar ook banaal. Een echte westerse filmheld moet tegenwoordig ook complexe karaktereigenschappen tonen. Films met generieke helden en slechteriken zijn niet meer zo populair als vroeger. Hetzelfde geldt nu voor personages van andere etniciteiten. Een filmpersonage moet uiteraard wel trekjes van zijn eigen cultuur tonen, maar je cultuur is niet je persoonlijkheid. Oh, I see. Because I'm a monkey, I must love bananas, right? That is a vicious stereotype. You like bananas? Of course I love bananas. I'm a monkey. Don't be ridiculous. Aziaten zijn altijd populair geweest in Hollywoodfilms omdat ze buitengewoon goed kunnen vechten. Maar waarom kunnen ze zo goed vechten? Gewoon omdat ze Aziatisch zijn? Die verklaring voldoet niet meer. Zelfs een minder overdreven karikatuur gaat een hoop mensen nog steeds veel te ver. De boodschap is nu eigenlijk: het is niet pluis om überhaupt een westeling te schminken als iemand van een andere etniciteit. Maar waarom niet? Waarom mag Johnny Depp zich niet als Indiaan verkleden voor een filmrol? Oké, dit is misschien een slecht voorbeeld. The Lone Ranger is geen populaire film en niet veel mensen zullen die rol verdedigen. Maar neem nou een personage als Speedy Gonzales. Zijn stem wordt gedaan door een Amerikaan die gewoon Engels met een overdreven Mexicaans accent spreekt. Toch is het moeilijk om een Mexicaan te vinden die iets tegen Speedy heeft. Sterker nog, een organisatie die zich sterk maakt tegen de discriminatie van Latino's beschouwt hem als cultureel icoon. Ja, hij spreekt slecht Engels en zijn vrienden zijn de typische luie Mexicanen, maar hij zelf is een held. Hij is een karikatuur, maar wel een geliefd karikatuur. Is Peter nou echt zoveel beter dan een blackface personage, of stellen Latino's zich gewoon minder aan als ze belachelijk worden gemaakt? Is het terecht dat mensen verontwaardigd raken als iemand in de huid kruipt van een andere etniciteit, of is het een voorbeeld van doorgeslagen politieke correctheid? Is het niet dodelijk voor ons creatief vermogen als we constant rekening moeten houden met de gevoelens van anderen? Bekijk het eens op deze manier. Wat als jij ineens het doelwit wordt van racistisch humor? I love gold so much that I even lost my genitalia in an unfortunate smelting accident. Kijk mensen, een Nederlander. Wat mij vooral irriteerde aan deze film was niet eens het feit dat ze van Nederlanders een karikatuur maken, eerder dat veel Engelssprekenden ons niet eens van Duitsers kunnen onderscheiden. En ook niet de moeite doen om die fout te verbeteren. Als acteur Mike Myers nog zijn best had gedaan om een Nederlands accent te imiteren, dan had ik me waarschijnlijk vereerd gevoeld. Aan de andere kant, misschien is het wel de bedoeling dat het personage niets met Nederlanders te maken heeft. Misschien is het juist de grap dat er voor Noord-Amerikanen geen verschil is tussen Nederlanders en Duitsers. Die indruk kreeg ik in ieder geval niet. Maar hoe zit het met personages die wel opzettelijk kwetsend zijn? Overdreven personages waarvan je weet dat ze niet serieus genomen moeten worden. Personages die het hele idee van racisme op de hak nemen. Personages die zelfs zo weinig gemeen hebben met echte mensen dat haast niemand zich beledigd kan voelen.
Als je maar duidelijk kunt maken dat je wel door hebt dat zo'n personage eigenlijk fout is en dat de racistische boodschap niet jouw boodschap is, dan is er vaak geen probleem. Satire werd namelijk ontwapenend. Hetzelfde geldt voor drama. Een acteur die een racist speelt, hoeft niet per se een racist te zijn. Het is maar een rol. Ik hoor je al denken, wat voor negatieve betekenis heeft blackface dan nog in een moderne maatschappij? Deze karikatuur is zo ouderwets en abstract dat het weinig overeenkomsten vertoont met zwarte mensen. Je zou niet eens meer weten waarom het als kwetsend wordt gezien. Kom op! De machtigste man op aarde is zwart. Waarom schaffen racisme niet gewoon af? Zolang mijn zwarte vrienden begrijpen dat ik geen racist ben, moet het gewoon mogelijk zijn om mezelf als een neger te verkleden op een feestje. Ja, was het maar zo makkelijk. Maar racisme blijft een controversieel onderwerp. Het is lastig om te bepalen waar de grenzen liggen tussen wat je wel en niet mag doen. Het belangrijkste element hierin is de historische context. Het gebruik van een blackface-personage is vooral een herinnering aan de tijd waarin het beeld dat wij van Afrikanen hadden zo enorm vervormd was. De tijd waarin entertainment exclusief voor blanke mensen werd gemaakt en echte gekleurde mensen er grotendeels buiten werden gelaten. Ik geniet nog steeds met volle teugen van oude westerns en Tom en Jerry tekenfilms, ook al zijn ze niet helemaal politiek correct. Ze vormen onderdeel van onze geschiedenis en dat moet je ook niet verbergen. Maar anno 2014 moet Hollywood gewoon echte Afrikanen, echte Latino's en echte Aziaten inhuren. Er is genoeg talent daarvoor. Veel filmpersonages die 50 jaar geleden nog oké waren, kunnen tegenwoordig niet meer door de beugel. En veel personages die de maatschappij tot nu toe heeft getolereerd, zijn gedoemd om uit te sterven. Of niet. Maar dat zien we dan wel. Het zal pijnlijk zijn om afscheid te nemen van bepaalde stereotypen waar we gehecht aan zijn. Maar zeg eens eerlijk, is het nou een groot verlies voor onze films dat we dit en dit niet meer terug zullen zien? Ook wij Nederlanders moeten ons afvragen. Is het nou echt een groot verlies voor het Sinterklaasfeest als zwarte... Het is niet alleen een film over koken, maar ook over de effecten van social media. Carl Casper is een chefkok in een van de populairste restaurants in Los Angeles. Koken is zijn leven. The rest of the drama from the hospital sequence is pretty well handled for the most part, thanks to the performance from the cast. There's just enough sadness in their acting that we can tell they are obviously devastated, but they never go overboard.